Een foto is in de meeste gevallen een tweedimensionale weergave van een driedimensionale ruimte. Maar als fotograaf wil je toch vaak een beetje dat gevoel van diepte overbrengen. Nou, een goede truc om dat te bereiken is te zorgen dat je heel duidelijk laagjes in je beeld hebt. Dus een heel duidelijke voorgrond, middenstuk en een achtergrond. Nou heb ik hier gekozen om die fiets op de voorgrond te doen. Dat heeft ook nog eens een lekkere contrasterende kleur. Er kwam net een bootje langs, dat is mijn middenstuk geworden. En die brug op de achtergrond, dat is mijn achterste laagje. Nu zal ik je ook eens laten zien hoe dat eruit ziet als ik maar twee van die laagjes gebruik. Je ziet dat je eigenlijk veel minder diepte hebt in beeld. Dus ga op zoek naar die laagjes en probeer daar gebruik van te maken. En dan kan ik door middel van mijn scherpte, waar leg ik mijn scherpte, kan ik bepalen van wat wordt er belangrijk. Gaat mijn foto over deze fiets met die bloemen? Of gaat die over die boot die in de gracht vaart, zeg maar? En dat bepaal ik dan door mijn scherpte heel bewust te kiezen. Mijn tip, om een foto een gevoel van diepte mee te geven, kun je het beste werken met een voorgrond, een middenstuk en een achtergrond. En op die manier maak je van een tweedimensionaal beeld eigenlijk een meer driedimensionale beleving. Het is minder meer wat je ook doet bij een kijkdoos. Dus je werkt eigenlijk met meerdere laagjes achter elkaar.